Goedemorgen en welkom bij een nieuwe dag. Jullie gaan niet geloven wat ik ga doen. Ik ben met Jos. Wow. Heftig. Huh? Ik ben met Jos in zijn korte broek terwijl het 1 graad is. Wij gaan sporten bij, hoe heet het daar, schat? Topsportcoaching. Joost die traint daar al elke dag om fit te blijven. En zoals jullie in mijn vorige vlog hebben gezien, toen ik bij Do was, zei ik dat ik echt maandag ging beginnen. En dat ben ik dus ook echt aan het doen. Ik ben dus vanaf maandag begonnen. Het is nu al vrijdag. En ik zal jullie thuis wel even laten zien wat ik allemaal... Tenminste, ik gebruik een shake elke ochtend. En ik ben echt wel afgevallen. Volgens Joost valt het allemaal wel mee. Toch? Ja, je bent 2 dagen bezig. Nee, ik ben niet 2 dagen bezig. Ik ben 5 dagen bezig al. Dus helemaal geen frisdrank meer. Alleen maar water drinken. Trouwens drink ik wel... Ik drink wel fruitsap of zoiets. Gewoon echt verse fruitsap. Dat drink ik wel. En dan in de ochtend alleen die shake. En dan in de middag en in de avond gewoon wat gezonder eten. En ik was dus begonnen. En ik woog toen 87, nou dat is echt heftig. Bijna 87 kilo. En mijn normale gewicht is ongeveer rond de 74. En vanochtend ging ik wegen. En toen was ik nou 73 of 74? 84. Oh, 84, ja. Hè? Huh? 84 rond woog ik. Dus we zijn op de goede weg. En ik heb nog helemaal niet gesport. Dus ik ga met Jos mee vandaag. En verwacht niet te veel van me. Want ik ben echt... Ik heb zeg maar iemand die topfit is. Dat is Jos. Dan heb je iemand die niet zo fit is. Dan heb je iemand die absoluut niet fit is. En daarna kom ik pas. Zo heftig is het. Dus we gaan het zien wat ik voel. Nonsha. Ik ben inmiddels terug van het sporten. Ik ben helemaal kapot. Mijn benen waren gewoon net spaghettietjes gewoon. Ik ben niet thuis. Ik heb even gedoucht, aangekleed. En wij gaan naar de bioscoop. We gaan dus naar Aquaman. Celine wou die graag zien. Dus daar gaan we naartoe. Het enige waar ik zo intens tegenop kijk. Als jullie mijn vlogs vaker kijken, weten jullie dat ik mijn favoriete koekje... Het ziet er heel raar uit. Omdat ik mijn favoriete koekje altijd eet daar. Niet 1, maar 2 koop ik er altijd. En ik ben nu natuurlijk zo heftig op dieet. Dus ik kan mijn koekje niet gaan nemen. Dus dat doet me wel pijn. En ik ben erover in een twijfel. Of het is wel popcorn. Jij vindt dat je geen popcorn kan nemen, toch Joost? Weet ik niet. Alleen zouten popcorn. Weet iemand dat trouwens? Als je dus op je eten let... Of je dan wel zouten popcorn kan nemen. Wij gaan nu even Celine halen en dan gaan we gelijk door. Ik kan jullie niet zeggen hoeveel pijn dit me doet. Doei. Ik wil het, maar ik neem het niet. Maar ik wil het, maar ik neem het niet. Oh, ellendig. Ellendig zo naar de bioscoop. Joost. Je doet dus 1 chipje pakken en doe je er. Er zit popcorn met. Dan doe je en pak je nog 1 chipje. Die doe je er zo op. Nog even naar kijken. Kijken wat je doet. Kijken. Ik zie het niet. Waar zijn we niet? Zo. We gaan even wat eten. Ik ben dus de bioscoop doorgekomen zonder snoep. Celine was mij bijna aan het verpesten.
Want ze wou een snoepje aan me geven, toch niet? Maar we hebben het niet genomen. En ik ga dus nu ook, Joost zit daar, heel ver weg. En we gaan dus nu ook, ik ga nu ook een salade eten in plaats van pizza, waar ik heel erg trek in heb, maar ik ga het niet doen. Oh, ziet eruit. Goedemorgen. En als eerst ga ik mijn shake maken. Ik ben dus al 4 kilo afgevallen. Dit is mijn shake. En dit van de kruidvat. 12,95 zoiets voor de kruidvat. En je doet dan 250 milliliter magere melk. En 2 schepjes hiervan. En dan schudden. Celine doet ook mee met het gezonde eten. Toch, Nien? Hier. Lekker komkommer, tomaatje en worteltjes. Toch, Nien? Mm-hmm. Lekker eten, schatje. Celine heeft haar camera opnieuw uitgezet. Het is normaal en level. Hij loopt mijn hoofd en ik weet zijn level. Wij gaan even naar de Oosterhof. Ik ga even als een totale koos make-uploos even naar buiten gaan. Ik moet even snel naar de kleermaker iets brengen, want dat is kapot en het vind ik heel vervelend, dus dat wil ik even laten maken. En dan ga ik even naar de Zara, want ik heb nog allemaal bonnen die je kan uitgeven. En ik wil ook even een luchtje al zo lang, dus dat ga ik ook even doen. Ik kan het ook niet uitspreken. Nee. Ik ben benieuwd wanneer die van jou komt. Nien, is die al klaar? Hm? Wat zeg je dan? Goedemorgen. Ik word hier niet goed van. Op een of andere manier is deze week breken mijn nagels gewoon alleen maar af. Gewoon, het is ook niet dat hij veel uitgroei had. Wat is dit? Heel vervelend. In ieder geval, ik zit nu in de auto. Het is best wel lekker weertje. Tenminste, de zon schijnt, maar het is heel koud. En ik heb mijn fruitsmoothie. 100% fruit, jongens. En ik ben dus al, even kijken, het is nu zondag. Normaal film ik tot zaterdag, maar ik wou het toch nog even erin doen. Maar ik ben vorige week maandag begonnen met afvallen en ik ben dus nu al 4,5 kilo. Ik wou 5 zeggen, alleen vanochtend was het wel 5, maar dan in de avond schommelt het natuurlijk. Dus zoveel ben ik dus al afgevallen. Ik heb dus oude foto's gevonden van mij. Ik ga die eens even laten zien. Die zijn van 2 jaar geleden en ik was zoveel dunner en toen schrok ik zo erg. En misschien dat nu iedereen begrijpt wat ik dan bedoel. Omdat elke keer zeggen mensen, ja nee, je hoeft niet af te vallen, je bent goed zo. Het is ook niet dat ik obese ben, dat ik, weet je wel, dat ik niet meer, dat het gevaarlijk wordt, dat is het niet. Maar ik ben gewoon een stuk voller, ik ben gewoon een stuk voller dan dat ik altijd was. En tot op een punt dat ik me gewoon niet meer fijn voel in mijn eigen vel. Gewoon echt oprecht niet. Dus daar ben ik nu gewoon wat aan het doen. Ik ga 2 keer trainen. Wij gaan 2 keer in de week trainen bij Topsport Coaching. Ik zal even hun Instagram hieronder zetten. Mocht je ook in Rotterdam-Oost wonen en denk je, heb ik jou gemotiveerd bij deze komst samen met mij sporten? 2 keer in de week ga ik dus trainen daar. En dus gewoon heel veel water drinken en alleen gezonde dingen eten. Maar ik ga verder niet op een dieet of wegen of wat dan ook, want ik moet het wel kunnen volhouden. Eerste maand geen cheat day, zei die coach bij Topsport Coaching. Dus dat doet me pijn, maar oké, dat gaan we volhouden. En dan na die maand ga ik wel af en toe iets lekkers eten. Maar als ik gewoon zo door blijf gaan, ik ben dus nu al 4,5 kilo afgevallen, dan komt het goed. Want ik wil nog ongeveer, ik wou in totaal 12 kilo afvallen. Ik ga nu even naar de zonnebank. En als ik thuis ben, zal ik even die foto's laten zien van hoe dun ik was. Je gaat echt gewoon schrikken. Het lijken wel foto's van 20 jaar terug. Maar het is dus pas maar 2 jaar geleden. Dus ja, ik ga nu eventjes naar de zonnebank. En dan...
ben net thuis van de zonnebank en ik ben best wel bruin geworden. Ik ga nu editen. Sterker nog, ze zei tegen mij dat je bij deze bank pas morgen echt het resultaat ziet. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe ik er morgen uit ga zien. In ieder geval, het is dus een nieuwe bank. Ik had het net gefilmd. Bovenaan die zonnebank stond het. Ik weet even niet hoe het heet, maar dat had ik net gefilmd. En ik zou jullie dus nog even laten zien. Die foto's laten zien. Van toen ik dus zo dun was. Want Celine heeft zo'n cameraatje. En die had ze dus al heel lang niet gebruikt. En daar hadden we dus ineens foto's op gezien. Toen zag ik dus... Oké. Kijk dan naar mijn armen. Hoe dun ik dus ben. Of was. Als het goed is ook een... Dus, hier moet ik dus weer naar terug. Ik ga in ieder geval even de video editen en online gooien. En dan hoop ik dat jullie dit een leuke video vonden. Zie ik jullie snel weer. Doei doei!